NEC werkt in alle rust toe naar de wedstrijd van aankomende zondag tegen AZ. Maar in het achterhoofd speelt vast de 4-1 nederlaag tegen Vitesse. NEC incasseerde 3 van de 4 tegengoals uit standaard situaties. En dat terwijl het verdedigen van deze dode spelmomenten juist zo goed ging dit seizoen. Ja, hoe kan dat? Het is eigenlijk dat we de afspraken niet goed genoeg zijn nagekomen. Hè? En uiteindelijk niet agressief in die duels voor de goals zijn geweest. Hè? Waarbij de eerste doekie natuurlijk vrij kon inkoppen. De tweede was een andere situatie die eigenlijk geschampt wordt bij de eerste paal. En de derde een klutsbal. Alleen ja, het zijn een 3-1 wedstrijd. En we hebben het vandaag en vorige week net zo behandeld als al die keren daarvoor. En dat zullen we voor AZ ook doen. Dit kalenderjaar werd er pas 1 wedstrijd gewonnen in de Eredivisie. Dus helemaal goed loopt het niet. Loopt even iets minder. Daar baal je van, zie ik nu ook. Ja, daar balen we van, ja. Maar daar zijn we nu hard mee bezig om dat te verbeteren. En hoe verklaar je dat nou? Dat ja, kijk, ieder team heeft natuurlijk zijn dipje. NEC kan niet altijd top spelen. Maar hoe kan dat nu dat nu even zo doorgaat? Nou ja, ik denk dat we gewoon wat meer moeten durven met de bal. Dat we gewoon niet goed zijn in balbezit, waardoor we eigenlijk alleen maar verdedigen. En nogmaals, daar zijn we nu mee bezig, dus hopelijk gaat het steeds beter. Ja, hoe is een team is goed. Ik bedoel, ze doen er alles aan en ze werken zich het snot voor de ogen om het te verbeteren. En AZ is gewoon een hele goede tegenstander die een hele goede reeks heeft neergezet sinds wij daar gelijk hebben gespeeld. Dus dat zal niet meevallen. Maar ik denk wel tegen AZ dat er ook kansen liggen om te voetballen. Nou, en daar hebben we deze week wel geprobeerd om verbeteringen aan te brengen. En nou, dat hopen we dat het zondag zichtbaar is. Maar heb je er wel vertrouwen in met de groep? Heerst er wel een bepaald vertrouwen? Ja, tuurlijk heerst er vertrouwen. Het is ook maar, ik denk dat we gewoon een heel goed jaar draaien. We staan 9e. Gewoon al veel punten gehaald. Dus we moeten ook niet doen alsof we een heel slecht jaar draaien en alsof we geen vertrouwen hebben. Met het vertrouwen en het pakken van de 3 punten zit het binnen de selectie dus wel goed. Maar die selectie was nog niet helemaal compleet vrijdagmiddag. Jordy Bruin is al een langere tijd afwezig, maar daar kwamen nu nog 2 afwezigen bij. Jordy is ziek, net als Xavier Vet en Ivan Marquez. En Jordy is eigenlijk al de hele week ziek, die andere niet. Dus Jordy zal er sowieso niet bij zijn. Die andere moeten we even kijken naar morgen hoe het dan is. Dat is van aderlating of niet? Ja, sowieso balen als iemand er niet is vanwege ziekte. En dit zijn 3 spelers die alle 3 volgens mij op elke manier gespeeld hebben. Als invaller en als basiskracht. Dus dat is vervelend. Maar er zijn ook weer jongens terug. En die kloppen aan de deur. Dus dat is geen probleem. Ja, als je zaterdag wint, heb je de 34 punten behaald. Is het dan tijd voor een feestje? Of doe je daar dan niet aan? Nee, er is pas feest als het seizoen afgelopen is. En 34 punten zal heel mooi zijn. Maar daar staren we ons niet de blind op, want dan eindigt het seizoen niet. Dus we gaan rustig 10 wedstrijden spelen en proberen zoveel mogelijk punten te halen. En de laatste vraag, ik ga hem toch even stellen. Ga je verlengen? Er is nog steeds niet veel overduidelijk. NEC en AZ trappen zondagmiddag om 16:45 af in het Goffertstadion. En de wedstrijd is zoals altijd live te volgen via de radio bij RN7.